ProRail beheert een van de drukste spoorwegnetwerken ter wereld. Om ons werk goed te kunnen doen, willen we alles van dat netwerk goed in kaart brengen. Welke onderdelen zijn er aanwezig? Hoe oud zijn die? Wie heeft er wanneer en welk onderhoud gepleegd? Enzovoort. Als je weet dat één wissel al honderden kenmerken heeft, dan snap je met hoeveel data we te maken krijgen. Een enorme bak vol met data. Net als deze. Aan al die data op een hoop hebben we eigenlijk niets. Het gaat om de kwaliteit van die data. Assets en kenmerken willen wij tot in detail scherp krijgen, zodat wij preventief en efficiënt onderhoud kunnen plegen. Stel je voor. Deze kauwgombal is een stukje informatie over een onderdeel. Om dit onderdeel te kunnen onderhouden, willen we de kleur weten, de smaak, maar ook wanneer en door wie is hij toegevoegd, waar en door wie is het geproduceerd en wat is de houdbaarheidsdatum. En we willen ook weten hoeveel er van deze onderdelen in gebruik zijn. Verbetering van de datakwaliteit gaat volgens drie sporen. Bouwprojecten, mutaties en bestaande data. Bij bouwprojecten gaat het om het verzamelen van de data van alle nieuwe projecten die we doen. Bij mutaties draait het om de dataveranderingen die bij een klein onderhoud horen. En ook van de bestaande data moet de kwaliteit omhoog. En bij bouwprojecten ging het altijd zo. Zodra er een project werd opgeleverd, kregen we alle data van de leveranciers en aannemers in één keer aangeleverd. En ja, niet altijd gesorteerd. Alle data werd aan de grote hoop toegevoegd, bij elk project weer. Niet echt handig als je dan nog iets wilt terugvinden. Voortaan pakken we dat anders aan. Al vanaf de start van een project bewaken wij de datakwaliteit. Vanaf de start van een project willen we alles weten. Daarom heeft elk project een verbindingsofficier. Die is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de data. Dat vereist veel van onze partners. Pas als we alles weten, wordt de projectdata toegevoegd. Ons tweede spoor bestaat uit mutaties. Dat zijn alle dataveranderingen die komen kijken bij klein onderhoud. Onze partner Dimensis heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Door te kijken naar de ICT, het proces als de inhoud. Er wordt configuratiedata in kaart gebracht over elk object. En sturingsdata, dus wat er tijdens de levensduur gebeurt. Doordat aannemers alle mutaties zelf melden in het systeem, ontstaat er meer overzicht en meer controle. Onderhoudsaannemers werken de status van een onderhoudsproject of een inspectie real-time bij. En die data is makkelijk beschikbaar en zeer betrouwbaar. En dan hebben we nog de bestaande data. Alles wat we in de loop der jaren verzameld hebben. Een enorme hoeveelheid. En ook die gegevens gaan we verbeteren. Zodat we weten wanneer iets aan vervanging toe is voordat er problemen optreden. Een betere datakwaliteit levert ons veel op. We kunnen efficiënter werken, maar ook dubbelwerk en fouten voorkomen. En dat levert ons miljoenen aan kostenbesparingen op. De weg naar een betere data is lang. Maar dan heb je wel wat.